Nou, wij voeren voor eigenlijk bijna alle Achterhoekse gemeenten voeren wij de toekomstbestendig wonenlening uit. Dat betekent dus echt dat de gemeente het uitbesteed heeft aan het AGM Energieloket. En wij helpen mensen bij de aanvraag en alles wat ze moeten weten rondom de toekomstbestendig wonenlening. Nou, de gemeente wil eigenlijk dat zoveel mogelijk woningen eigenlijk verduurzaamd worden of levensloopbestendig gemaakt worden of gewoon beter gemaakt worden eigenlijk. Dus zij willen heel erg hun bewoners stimuleren om wat aan je woning te doen. En daarom is dus die toekomstbestendig wonenlening. Welke maatregelen wil je gaan uitvoeren? Dat is vaak belangrijk. En als je daarbij hulp nodig hebt, kunnen ze ons natuurlijk altijd bellen. En dan helpen we met het stappenplan voor de lening. Alle vragen die ze hebben over de toekomstbestendig wonenlening en wat ze ervoor moeten doen, daarin helpen wij. En daar worden ze echt heel blij van. Maar als je heel concreet bijvoorbeeld kijkt, dan kun je kijken naar zonnepanelen of het huis isoleren. Maar je kan ook kijken naar bijvoorbeeld het huis levensloopbestendig maken. Dus bijvoorbeeld de badkamer van boven naar beneden plaatsen. Voor elke gemeente is het wel net iets anders. Dus het is goed om in ieder geval met de klantenservice ook even af te stemmen. Wat kan er nu precies in mijn gemeente? Maar de mogelijkheden, die zijn er zeker. Ja, de maatregelen die zijn inderdaad heel erg divers. En we gaan samen kijken wat het beste is voor jouw woning. Uiteindelijk maak je de keuze echt zelf. Maar we helpen je echt met de vragen en hoe je daar de beste oplossing voor kunt vinden. Ja, en als je meer informatie wil, kun je ook altijd even naar onze website gaan. www.agamenergieloket.nl